Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Brooklyn, ik heb net lekker gewerkt. Dat was echt een hele droge intro volgens mij. Ik heb net lekker gewerkt van 9 tot 12. Toevallig met iemand die ik ken, dat was wel leuk, was gezellig. En de tijd ging best wel snel voorbij gelukkig. We hadden alles afgekregen. Ik ga voor de rest trouwens vandaag niet zo heel goed doen. Zover ik weet, misschien nog even basketballen. Maar dat weet ik niet zeker. Dat zien jullie straks wel waarschijnlijk. Of aan de titel als er iets speciaals gebeurt. Maar ik ga nu lekker naar huis, ga ik even lekker rustig aan doen. Met wat oude vrienden spelen. En dat was game eigenlijk gewoon. En ja, meer niet. Dus ik zie jullie zo meteen thuis weer. Oké mensen, ik ben weer thuis. Want dat is het al een hele tijd verder. Het is al 3:10. Dus ik ga nog even lekker mijn video bewerken. Want dat moet ook nog gebeuren. En zeker gelijk online, dan hoef ik dat vanavond niet meer te doen. Wat ik ook wilde gaan doen is een Q&A opnemen. Maar dan weet ik niet zeker of dat in deze vlog gebeurt of niet. Ik weet niet of ik vanavond nog ga basketballen. Zo ja, dan gaan jullie waarschijnlijk basketbal zien. Zo nee, dan... Nee. Andere keer. Misschien ga ik wel de crossword challenge doen. Dat zou ook kunnen. Ik ga vragen aan vrienden of ze kunnen. En jullie zien straks wel in de vanavond... straks wel in de vlog of in de titel. Heb je het al gezien. En ik ga ook trouwens eventjes de dag op de vlogcounter aanpassen. Want dat moet ook gebeuren. Dat ga ik even doen. Oké, mensen. Ik was vergeten gisteren mijn statief te laten zien. Wat niet zo heel slim is. Dus ik ga het nu even laten zien. Hij ligt hier. Even kijken. Dit is hem. Hij ziet er heel klein uit. Zo is hij dat ook. Dus ik ga hem even groot maken. Ik ga hem even neerzetten. Kijk, zo staat hij. Hij is heel klein. Maar hij wordt groter. That's what she said. En dit kan nog even rechtop. Maar dat doe ik nu wel even. Kijk, zo staat het statief. Dunne pootje aan de onderkant. Maar hij staat wel gewoon stevig. Drie poten gewoon helemaal omhoog. 1 meter 6 hoog en een half. Dit gaat ook nog omhoog. Kan je hier zo naar binnen schuiven. En ja, deze dingen zitten. Zorgen dat het statief vast staat. En dan hier zo kan je dit kleine plaatje kan je eraf halen. Hiermee kan je de lengte, zeg maar, kan je hem zo draaien. En met deze heb ik geen idee. Deze kan je, oh jawel, deze kan je hem zo draaien, zeg maar, zo. Als je begrijpt wat ik bedoel. En dan kan je deze kan je nog losdraaien en dan kan je hem naar beneden, kan je hem maar zo draaien. Een helemaal top statief. Als hij zou staan, zou hij op deze hoogte zijn. Dus perfecte vloghoogte. En we gaan vanavond de crossboard challenge opnemen. Dus die gaan we zeker gebruiken. En ik zie jullie zo meteen weer. Oké, mensen. Ik weet niet of ik kan horen. Laten we even luisteren. Misschien wel. Misschien niet. Anders zet ik het geluid hoger. Maar ja. Zoals je kan zien aan de ramen. En buiten waarschijnlijk. Het regent en nog best wel hard ook. Ja, ik weet niet of de crossboard challenge vanavond doorgaat. Wat ik wel weet dat doorgaat, is de regendruppels door dat raam daar. Ik zat hier zo rustig YouTube te kijken. En door dat raam, dat stond open, voelde ik ineens een druppel op mijn hoofd hier. En daar zit het ook op de muur, laten we even kijken. Kijk, dit is allemaal regen. Dus ik heb even de ramen dicht gedaan. Anders was het niet zo handig. Wacht, laten we. Hier kan je het horen. Ja, trouwens, je ziet het ook wel als je dit ziet. Ja, dat is aardig hard. En that's cheese. Sorry, dat is echt kut grap. Laten we even hier kijken. Dit is gewoon een voorkant van een... Ah, je ziet het niet heel goed. Ja, je ziet het wel. Ja, je kan het wel zien. Ja, dat is niet helemaal top. Maar we gaan zo meteen... Althans, ik ga zo meteen lekker bami eten. Niet dat het iets met de regen te maken heeft. En daarna mijn video editen verder, want dat is bijna klaar. En liken! Oké, mensen, ik ben weer boven. Ik heb een lekker toetje. En dat is dit. Ik weet niet wat het precies is. Ja, het is strawberry vanilla. Dus dat ga ik proeven. En hoop dat het lekker is. Wacht, ik zal gelijk even een hapje nemen. Oh, ik film het rechts. Wacht, ik ga even de camera omdraaien. Voor jullie niks veranderd, voor mij wel. Nu kan ik gewoon met rechts eten. Oké, hier gaan we. Zo ziet het eruit. Het is best wel lekker. Het is zoet, maar ik eet bijna nooit toetjes, het zal vast wel hetzelfde, het zal vast wel altijd zoet zijn. Het is best lekker, laten we nog een keer proeven. Ja, goed te doen. Trouwens, het is iets zachter gaan regenen, dus misschien gaat het vanavond niet door. Maar we kijken nog wel eventjes. Oké, mensen, ik ben er nu. Ik ga nu heel graag wachten op Ole, Victor en Jamie. Die zijn iets later, want het regende. Kan ik begrijpen, ik ben helemaal nat geregend. Maar ja, laten we even wachten op hem. Oké, mensen, Ole is er. Jamie is daar lekker bezig met voetbal.
Het is een kleine regenbui, dus daarom zijn we nu nog niet aan het basketballen of voetballen. En er is training daar, dus dat gaan we niet onderbreken, want training is natuurlijk veel belangrijker dan een crossbar challenge. Het ligt eraan of het je werkt of niet. Laten we eerlijk zijn. Maar het was wel leuk geweest als het veld vrij was. We gaan gewoon even wachten. Victor scott er zo meteen aan, dus dat moet goed komen. Statief zit hier in mijn tas. En mijn theedoek ook. Of mijn theedoek, gewoon om mijn camera en telefoon droog te maken en zo. En gezicht als het nodig is. Dus wij gaan zo meteen lekker voetballen. Oké mensen, we zijn hier zo op het voetbalveld. Zoals de vorige, de vorige keer had ik niet gefilmd. Maar we gaan lekker de crossbar challenge doen. Met crossbar Ole maken. En Jamie. Ole gaat de crossbar missen. Jammer. Hij heeft de crossbar gemist. Kan ik hem even raken? Hier, komt hij. Bijna. Nee, we gaan lekker crossbar challenge doen. Jullie gaan het zien. We gaan eerst de wedstrijd doen, wie als eerste crossbar raakt. Daarna trouwens twee keer denk ik. Gewoon vanaf de grond. En daarna misschien vanuit de handen. We zien het wel. Gewoon proberen de crossbar te raken. Let's go! Bijna. Ik heb het gevoel dat ik ga uitgeleiden, maar. Zo. Zou ik dan maar voordoen? Dat was wel echt leuk. Deze gaat toch op de lat, die komt terug. Gaat hij dan? Oeh, ook niet. Allemaal die hoog. Allemaal eronder. Ah! Ik voel dat ik hem raak, jongens. Ik ga voelen. Dat was ik ga voelen, ik weet het. James aan de bal. James Charles. Nee, dat niet. He's on the ball line. To the referee. Oh, it's foul. Wat de bal. Ja, wat is dit voor? Ik moet lang wachten. Deze voel ik aan mijn water. Wat een loser. Prank! Ja, tering hond. Jongens, laat even in de comments weten wie je denkt dat als eerste crossbar raakt. Ik weet dat je door kan spoelen, maar kijk, zeg even wie denk je dat als eerste crossbar raakt. Nou kijk. De eerste heb ik, de eerste twee weet ik niet, maar ik. Ik heb de eerste tijd. Kijk hè. Hoog! Hij was hoog. Zat niet in beeld. Ja hoor! Nee! Zou ik hem dan maar in één keer uit mijn handen schieten? Kutzaai. Jongens, ik hoop dat jullie de Simon kennen. Ik doe even de Root to Shot Classic. Zo de fijn. Ja, ik ben nog geen Root to Shot. Ja. Wat een kutje! Wat mijn jij nog? Oké, Brooklyn hier zo. Ja. Nee. Prank! Ja. Of komt hè, als ze komt. Hey, dat is pas goede content. Boom. Oei. Oh. Oké, kopje dames en heren. Schat! Tering zeg. Godverdomme. Hij zei zelf oefenschot en dan raakt hij hem. Ja, dan raak ik deze man. Dan gaan we nog een keer raken, zeg geen probleem. Eerst geloven, eerst zien dan geloven. Nou, dan laat ik het even zien, joh. Ja, tering op, jongen. Als ik deze mis, laten jullie een like achter. Score ik hem? Abonneer jullie. Hoe dan? 2-0-0. Gast. Mensen denken waarschijnlijk dat je dit gewoon echt tandtoevallig hebt gedraaid. Dit zeggen en dat je totdat je. Dit is de eerste keer dat ik dat zeg. First try. Maar jullie weten wat je te doen staat. Abonneer! Abonneren!
abonneren. Nee, maar als ik deze raak. Ik kan die stem echt niet. Abonneren. Nee, want jij hebt er 0 aan. Als ik deze raak, moeten jullie ook op mij abonneren. Ja, nee. Ja, klinkt goed, doe maar. Compleet mis. Oei. Oei. Jamie. Ja, tuurlijk. Oké, mensen, we gaan nu op naar challenge 2. Ik heb challenge 1 gewonnen. Nu gaan we uit de handen schieten en de lat raken. Schiet je over, ben je de lul, moet je het pakken. Maar ik zorg gewoon dat ik hem gelijk raak. Zoals ik de hele tijd al zeg. Want dat is de hele tijd, ik heb pas 2 keer gezegd. Bijna op de lat. Schiet hem. Eindelijk een keer de lat raken, jongens. Oh, bijna. Had ik ook een boom! Fokje. Had ik jouw bal ook moeten halen, trouwens. Hoi! Hoi! Niet denken van waarom de fuck heb je deze schoen aan? Oh! Oh! Boom! Nee! Oké, mensen, we gaan verder. Ik heb geen oefening. Hi, Jamie, heb je ook een punt? Die staat achter, Ole. Oké, mensen. Ole krijgt kontje kanaal met Billy bonus van 5 meter. Hij gaat daar staan. Jamie en ik krijgen allebei 1 kans. Jamie gaat het eerst. Dus kijken we. Nee, 1 keer. Kijken wat. Wat gaat lukken. Staat hij erop? Ik hoop dat hij erop staat. Oké, Jamie gaat zijn karma pakken. Dit is 5 meter. Ja, boeien. We schieten altijd vanaf hier. Ja, wel iets verder. Ja, boeien. Oké, okay. Nou, krijg je hem op je kont geknald. Aanloop van het jaar. We zien je morgen wel weer. We zien je morgen wel weer, ja, zo'n lange aanloop is het. Zal ik hem even raken voor je? Kijk voor je benen. Misschien komt de telefoon tegenaan. Je hebt me nooit. En hard. Hard. Hé, hey, ik vind dat we 2 keer mogen. Ja, nee, dikke fucking. Jawel. Jamie, hoor. Nee. Nou, jongens. Dat was een kostbaar challenge. Wij gaan naar huis. We zien jullie zo meteen weer. Althans, ik. Oké, mensen. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ben weer thuis. Ik heb even rustig nog even wat YouTube gekeken en met vrienden gebeld. Maar dit is het einde van de vlog voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat dan een blauw duimpje omhoog achter en abonneer hier beneden op mijn kanaal en op Olu's kanaal. En zet ook even dat notificatiebelletje aan, zodat je weet wanneer ik upload. Al doe je dat niet, ik upload elke dag om 8 uur. 'S Avonds een nieuwe vlog, dus zeker even liken, abonneren. En ook reageren als je er zin in hebt. Maar in ieder geval zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog, hopelijk. Ciao.